Ja, ik zei het al, het is een sensatie in België. En Nederland lijkt via talloze sites, Twitter en YouTube ook bijna zover. We hebben het over de gewelddadige, chagrijnige, vreselijke kabouter Wesley. Tekenfilmpjes uitgezonden in de Vlaamse editie van Man bijt hond. En zoals de kabouter zelf zegt, ik hoef geen speciale reden te hebben om iemand op zijn bek te timmeren. Tekenaar en bedenker van deze kabouter is Jonas Geinaert. En jij zit hier naast me. Wie is, want wij zijn in Nederland, we kennen hem nog niet allemaal. Giel kent hem al. Jazeker. En een aantal jongeren hier in het publiek merkten we ook. Maar wie is kabouter Wesley? Kabouter Wesley is een heel grof gebekte kabouter die de meest idiote non-avonturen beleeft. Jij bent ook de stem. Ja, de stem van de kabouter doe ik ook. Ja, ja. Oh, oké. Okay. Je hebt hem ook bedacht? Ja, het was oorspronkelijk een stripreeks die is verschenen in het weekblad Humo. Ben ik vorig jaar mee begonnen. En die strips die toen in Humo stonden, zijn nu sinds dit seizoen op... er zijn animatiefilmpjes van gemaakt. Maar een soort Fokke en Sukke, zeg maar, wat we net zagen. Maar... Nog grover. Ja, ja. Dat zijn hele lieve koorknaapjes, Fokke en Sukke. Zo grof mogelijk, want je ziet er zeer fatsoenlijk uit. Ja. Helemaal niet gewelddadig, lijkt mij. Maar de kabouter deugt echt helemaal niet, hè? Nee, absoluut niet. Ja. Maar het moet het ook niet... de humor komt niet alleen van de grofheid, maar vooral omdat de avonturen, ze slaan opzettelijk nergens op. En het is getekend door een peuter of een kleuter of zo. Ja. Zo lijkt het toch. En dat maakt het denk ik wel grappig. Dat gebruik je drugs, denk ik wel eens? Nee, dat vragen mensen soms. Maar nee, absoluut niet. Nee. Dus dit is volkomen clean gemaakt. Ja. We gaan kijken. We kunnen niet wachten naar kabouter Wesley, het avontuur met de egel. Op een dag. Ik haat mooie wandelingen. Ik haat heel de natuur. Hallo, ik ken een goede man. Die is op mijn neus. Zeg, Florik, ik ben weg. Wacht. Het is wit en het ontploft. Een poepkool. Wat gaat je doen? De politie bellen? Ja. Einde. Wat vind je, Giel? Ja, dit is een knip overigens, wil ik toch even zeggen. Check ze allemaal op YouTube. Ja, ik vind het briljant. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor jou moeilijk is om soms krom te denken. Want je lijkt me echt een normale jongen. Maar er gebeuren echt dingen die slaan helemaal nergens op. Dan zit je gewoon naar een normaal verhaal te kijken en dan ineens... Ja. Het werkt het beste, heb ik gemerkt, tijdens het tekenen. Dus ik begin altijd met de strip, dus voor de animatiefilms. En het werkt het beste als je aan prentje 1 begint zonder te weten wat prentje 2 wordt. Laat staan het einde. Dus dan kan je echt de meest gekke, idiote sprongen maken. En vanaf het moment dat er zo dreigt een logisch verhaal in te komen, dan moet het dan weg. Dan moet je ophouden, ja. Nee, precies. Ja. Want jij hebt ooit in Cannes een hele mooie filmprijs gewonnen met een animatiefilm. Ja. Een keurige animatiefilm. Ja. Ik wil een heel klein stukje laten zien, want dit ben jij dus ook. En het mag een paar seconden, maar dan hebben we een indruk. Flatliner. Fijn, prijswinnend. Een beetje regulier zoals het hoort. Is die Kabouter Wesley een commentaar op die nette strip? Kabouter Wesley is ontstaan tijdens het tekenen van Flatlife. Dus voor die kortfilm die duurde 10 minuten en heb ik 9000 tekeningen moeten maken. Dat was allemaal met de hand nog gedaan. En op een dag was ik het zo beu en ik heb gewoon alles aan de kant geschoven. Ik heb een blad papier genomen en een avontuur getekend van een kabouter die een paddenstoel op zijn muil slaat. Ah, die, ja. En dat was gewoon een strip en dat was heel leuk om te tekenen. Het mocht niet goed getekend zijn, het verhaal mocht niet goed zijn. En ik vond het leuk, maar toen is het wel nog 4 jaar blijven liggen, eer ik er zo een nieuwe versie. Die is ook heel goed, hè? Dat is een paddenstoel die wil in op zijn muil slaan en dan zegt die paddenstoel, ik heb geen muil. Dan tekent hij er een gezichtje op en een bom. Dan slaat hij die paddenstoel weer. Even de stem, want dat is toch fascinerend. Jij bent Kabouter Wesley. Ja. Wij hebben Turbo is een van jouw eigen lievelingsafleveringen. Ja. Je hebt ons verteld, en dat willen we dan toch graag in Nederland meemaken, dan is de introductie wat ons betreft compleet, dat jij die stem bent. Plas nadat je, geloof een half minuutje hebt ingeschreeuwd, anders heb je hem niet. Ja. We hebben de kabouter uiteraard even weggebliept, dus die ga je zelf invullen, en dat kan, want er staan gewoon regels. Maar je moet je eerst even inschreeuwen, neem ik aan. Ja, ja. Ga je gang. Oké, dus ik moet nu even heel hard brallen. De bedoeling daarvan is
om een stem kapot te krijgen. Want enkel met een kapotte stem en hele ruwe stembanden kan ik ongeveer het geluid maken van Kabouter Wesley. Is het genoeg zo? Ik denk het wel. Dan gaan we hem nu starten. Ik haat werken in de tuin. Ik ben de toverheid. En? Als het twee keer turbo zacht, dan voel ik een brand. En wat is daar praktisch nut van? Dit is voor de sals heel pijnlijk. Turbo, turbo! Ah, wat een goeie! Ah, stop, jongen, ik kan niet meer! Maar Kabouter Wesley, hoeveel kunt u er opnemen op een dag? Bij stemopnames moeten we na 3 afleveringen moeten stoppen. Dan is het gedaan. Want dan is het gepiept, hè? Maar er zit in Man bijt hond, dat kennen wij ook. Dat is best, ik bedoel, het is een mooi programma, maar ook best een braaf programma. Ja. Is het in België allemaal veel heftiger dan? Wel, in België is het ook een braaf programma. En de vraag is gesteld van, ja, kunnen we Kabouter Wesley in Man bijt hond niet steken? En toen zei ik ook van, ja, maar is dat niet veel te grof? Er is een avontuur waarin die een kleuter van 4 jaar in zijn mond kakt. En dat is dan uitgezonden? Wel, die hebben een beetje naar achter verschoven. Dus die komt later. Maar voor de rest mag alles? Of is er al een keer iets gecensureerd? Nee, van censuur. Nee. Alles zoals het in de strip stond, komt ook op televisie. Ja. Ja. Het is iets voor de wereldwijd door. Ja, je moet het hebben. Ja, we gaan straks praten. We moeten er iets mee doen. Ja, ik ben alleen bang. Wij hebben een voetballer. En die is nogal klein. Wie? Kabouter Wesley, Wesley Sneijder. Sorry, je bent al met Wesley. Ja, dat ligt een beetje gevoelig in Nederland, maar een leuke variant. Zou je dat willen? Zou je voor de wereld draait door gewoon, zou je dat erbij kunnen hebben? Ja, hoeveel geld hebben jullie? Prima, laten we even nadenken over die vraag. Dan kijken wij nog naar een heerlijk avontuur, want we krijgen er nu echt geen genoeg van. Kabouter Wesley en de Lotto. Ja. Ja? Pico Bello. Op een dag. En het winnende Lotto nummer voor 10 miljoen miljard is deze week 1. God miljard! Goedemorgen! 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 Goedemorgen, ik ben van de Lotto. Er is helaas een vergissing gebeurd. Het winnende nummer is 2. God, miljard! Thuis. Neem mijn Lotto-formulier eens weg! Intussen. Proficiat, weet je al wat je met het geld gaat doen? Ik denk het wel. Ding dong. Ja. Einde. Flinke namen, hier staat toch, jongen. Flinke namen, wat moeten we ermee, jongens? Ik vind dat jullie het moeten kopen. Ja. Maar hem ook, hè? Hem. Ja, je hebt hem erbij. Ik denk, als je me 100 miljoen miljard geeft of zo. Het gaat via sites, hè, Giel. Het gaat via Twitter. Het gaat, via Twitter zit iedereen ook te quoten, dus gedeeltes uit Kabouter Wesley. En op YouTube echt honderden, ik denk duizenden hits. Ook na vanavond helemaal. Tik Kabouter Wesley en je hebt een hele avond plezier. Jonas. Leuk dat je hier was. Ja, dit was een mooie introductie. Kan je mooi afsluiten even op... Ja, op zijn Kabouter Wesley's. Onze uitzending zit erop. Zoals de kabouter het zou afsluiten. Oké, ik zou iedereen willen bedanken. En wie hier in de studio wil, zit en dat wil, die kan ik gratis op zijn mail slaan straks. Dames en heren, Kabouter Wesley. Tot zover, tot morgen.